36 en 37. Thank you.
Duitser wordt in 30-8 gereden. Dat kan weer toch niet inleven die de doorkomst van Sven Kramer. Fantastische race op het ijs, gelegd hier door. Die nu zien dat de ronde wordt op 4 staat. 4 ronden nog te gaan. Helemaal niks aan de hand wat betreft de buitenlandse concurrentie. Ja, behalve
boven natuurlijk die fantastische Japanse Mio Takagi, die op pole position deze afstand is binnengegaan. Dames en heren, laat u horen voor dit fantastische gevecht tussen Anouk van der Weijden en Antoinette de Jong. Doorkomsttijd. Anouk van der Weijden, rondje 35-5. Antoinette de Jong, rondje 35-6. Nee, dit is fantastisch. Dit is echt een gevecht vrouw tegen vrouw. En dat is natuurlijk het allermooiste. Want normaal gesproken zie je je tegenstander niet. Maar nu is die gewoon met jou in de baan. Bij de tijd van de politie, daar zijn ze daaronder. Ja, daar zitten ze ruim onder. Maar hebben ze niet te veel naar elkaar gekeken? Ja, drie ronden. Dit moet lukken. Ga naar het podium. En Antoinette, dat is een knokker. Die komt nog terug in die rit. Let maar op. Ja, ze vechten voor wat ze waard zijn, want hier wil je op het podium staan op dit evenement in Amsterdam. Anouk van der Weijden, rondje 36-4. Rondje 36-7. Anouk van der Weijden. En ze gaat naar een podiumplek op dit WK. Gaat het haar lukken? Het gedroomde afscheid hier op de coolste baan in Amsterdam. Laten we maar één keer horen voor Antoinette de Jong en Anouk van der Weijden. Met Irene Wüst en Mio Takagi. Ja, Irene Wüst gisteren een waanzinnige 3 kilometer. En die doet dat nu voor onze waters rond de 36. Zijn de grootste Hollanders die op dit moment hebben in de wereld.